Dit jaar wordt voor de 26e keer het Edestad schoolhandbaltoernooi gehouden. Tijdens dit toernooi strijden basisscholen om het kampioenschap van de gemeente Ede. De winnende scholen mogen meedoen aan de regionale kampioenschappen. Maar om een kans te maken op het toernooi moet er natuurlijk getraind worden. Leo de Wit en Willem de Man verzorgen speciale trainingen voor de kinderen. Zijn deze trainingen echt nodig? Trainingen zijn leuk voor het toernooi. Kinderen kennen altijd van spelregels en dergelijke. Het spel loopt beter en sneller. En dat is uiteindelijk het doel ook, dat ze veel plezier hebben. En dan heb je wat spelregels nodig. Nou, inderdaad, in het kader van het schoolhandbal gebeuren. En dat je dus die kinderen toch iets wil bijbrengen. Want als je dus ziet hoe ze moeten vangen. En dan leg je ze dus heel duidelijk uit van hoe je moet vangen. Want als ze dus vangen zoals ze nu doen, dan krijgen ze een blauwe neus. Dus wij leren ze ook vangen. En dan hoop je dat het goed gaat. En met voorbeelden proberen voor te doen wat er dus gebeurt als je het niet goed doet. En dan schrikken ze ook wel. Maar dat hebben ze zelf niet in de gaten, omdat er is nog nooit op gewezen om het anders te doen. Nou, we hebben even zitten kijken natuurlijk, we hebben even meegekeken. En ziet u er zo wat talentjes tussen lopen? Ja, er is in ieder groep wel natuurlijk talent. Maar het moet ook reëel zijn dat heel veel kinderen die zijn natuurlijk aan het voetballen of aan het turnen. Of hockey is natuurlijk in Ede ook erg populair. Waterpolo. Dus je krijgt natuurlijk ook veel andere sporters aangeboden. Ja, goed, die kunnen op een gegeven moment toch een keuze maken. Want hoe groot gedeelte van zo'n klas zit er nou eigenlijk echt op handbal zelf? Van deze klasse bijvoorbeeld? Ja, hier bijna niemand. Er is hier één jongetje die op handbal zit. Dus je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat er wat meer kinderen daarin actief gaan worden. Ja, ja, vindt u dat handbal een beetje ondergewaardeerd is qua sport? Ja, ik denk dat als ze dus meer laten zien en ook het Nederlandse team dan ook meer succes heeft, dat het een aanzuigende werking gaat krijgen. Net als Nederland kampioen wordt met voetballen, gaan er in één keer een heleboel voetballen. Of ze gaan andere sporten doen, als ze maar kampioen zijn. En als het maar vaak genoeg op tv komt. Want Ede heeft meer dan 100.000 inwoners en het is nog steeds geen sportstad eigenlijk. In ieder geval niet op handbalgebied. Handbal is dus niet een heel populaire sport in Ede. Maar wat vinden de kinderen zelf van handbal? Ik vind het een leuke sport, want je mag met de bal gooien en je werkt samen met je team om te scoren en om te winnen. Doe je zelf aan een sport? Ja, ik doe voetbal. Voetbal, oké. Lijkt een beetje op handbal, toch? Ja, het lijkt wel op handbal, ja. Vind je dan handbal niet een beetje suf ten opzichte van voetbal? Of? Ja, voetbal, dat is iets met meer regels. Want voetbal kan ook heel wild gespeeld worden, maar handbal kan wel, maar dat is wel een kleinere kans. En denk je dat je het toernooi gaat winnen met je team? Ja, ik denk het wel. Ja, want ik vind van mezelf dat we goed spelen tegen anderen. Ja, dat is wel een grote kans. Als u wilt zien hoe de Edese scholieren het vanaf brengen, dan kunt u op woensdag 4 en 11 februari terecht in Sporthal de Reehorst in Ede.